NEC speelt zaterdagavond de late wedstrijd in de Eredivisie. Om 8:45 is Heerenveen de tegenstander. Vorige week speelde NEC een wedstrijd met het mes tussen de tanden. Wat is de korte analyse van NEC-trainer Peter Huballa? Ja, eerst vond ik heel goed. Maar structureel goede voetbal gespeeld. Jammer is dat we niet meer dan één doelpunt gescoord hebben. Ja, in het tweede helft, dan maar de eerste 15 minuten. Ja, twee keer niet opgelet, hebben we geen goede balpressing in de laatste fase van de wedstrijd. Also in ons final third eigenlijk gedaan. En daarna zijn we weer goed teruggekomen. Hebben we ook de weercontrole over het spel gehad. Maar jammer ook nu alleen één doelpunt. Ne? Omdat ik echt denk, we dat spel moeten we winnen. En dan de tegenstander van zaterdagavond. Wat voor elftal is Heerenveen? Heel goede team. Met heel veel offensieve gedachten. Hebben heel goede spelers in het middenveld. Een spelende voetbalteam met lopende mensen ook. In Heerenveen's final third. In de laatste derde. Ja, goede voetbalteam. Gaan altijd erop. En proberen ons ook voetbaltechnisch uit te spelen. Ga je dan als trainer je elftal aanpassen aan de tegenstander? Of ga je uit van eigen kracht? Nee, de eerste keek ik altijd op ons proces. Ik keek altijd eerst op ons team. En dan geven we toch tips de spelers mee. Wat deze tegenstander morgen dan Heerenveen doet. Maar aanpassen doen we ons niet. Een buitenstaander vindt NEC een vreemdelingenlegioen. Hoe is het om met deze spelersgroep te werken? Ja, ik vind het iedere dag leuk met de groep te werken. Je ziet toch dat wij stappen doen. Voorbereiding was nog even chaos. En nieuwe spelers, oude spelers, spelers weg. Spelers. En nu ontstaat een team. En dat vind ik mooi. Maar je wordt toch afgerekend als team, als speler, als coach voor de resultaten. Goed, zijn we twee keer niet verloren, maar ook twee keer niet gewonnen. En we proberen morgen natuurlijk samen met de supporters hier in de Goffert punten te halen. En dan de fitheid, hoe is het daarmee gesteld? Ik vind, we trainen veel, we trainen hard. We doen heel veel voetbaltactische dingen, ook per video. Goed, in de video, daar kan zich niemand zo goed geblesseren, maar op de veld, nee, is nog niks gebeurd. NEC heeft een jong en onervaren elftal. Wat heeft het elftal nodig om lekker te draaien? Een goede sfeer creëren, natuurlijk op de veld. Deze team gebruikt echt vertrouwen, omdat toch, ja, ik weet niet of iedereen nog vertrouwen in deze team heeft, maar wij intern, we kregen altijd een beetje meer vertrouwen. En we moeten natuurlijk een andere eerste helft spelen als tegen PEC. Ja, en probeer maar zo'n eerste helft tegen Go Ahead nu in twee helften laten zien. En dan hopelijk dat die supporters dan wakker worden. Echt met ons, echt de 12e man zijn. Deze team heeft het echt nodig. NEC Heerenveen van zaterdagavond staat onder leiding van de heer De Graaf. De aftrap is om 8:45 in het Goffertstadion in Nijmegen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.